Stichting Twentse Wensambulance vervoert mensen die eigenlijk alleen maar liggend vervoerd kunnen worden. En het maakt niet uit, jong, oud, als ze vervoerd moeten worden en het moet liggend, dan kunnen wij dat. Als iemand nog een wens heeft naar huis, naar een vakantiepark binnen buitenland, wij vervullen, of wij proberen alle wensen te vervullen die er zijn. Lijkt me wel een avontuurlijke baan. Ja, het is geen baan, het is vrijwilligerswerk. We hebben 65 vrijwilligers binnen onze stichting, chauffeurs en verpleegkundigen. Ja, en je gaat ook altijd met z'n tweeën, soms met z'n drieën. Ik zie dat die ambulance groter is dan normaal. Gaan er dan meer mensen mee? Ja, deze ambulance hebben wij speciaal laten maken voor de stichting. Er kan een heel gezin gewoon mee. Als met een kind, met een opa, oma, ze kunnen allemaal mee. Dus ja, dat is de enigste in Nederland. Het gaat om chronisch zieke patiënten die bedlegerig zijn, die moeilijk vervoerd kunnen worden in een personenauto. En die kunnen wij liggend vervoer bieden, ProDeo, dus gratis, charitatief. En we gaan altijd professionele mensen mee, zowel een chauffeur, ambulancechauffeur en een verpleegkundige, een verzorger. En die zijn zeer professioneel, die doen het werk met zeer veel enthousiasme. En wij hebben rond 60 vrijwilligers en wij vervoeren ongeveer 130, 150 wensen per jaar. En wij streven om meer te kunnen uitvoeren in Twente. En hoe wordt dat gefinancierd? Wij zijn afhankelijk van donaties, van giftes en van sponsoren. En wij hopen op heel veel steun, financiële steun van de Twentse ondernemers. Je moet natuurlijk je prestatie zeer hoog houden. En ik denk dat heel veel Twentenaren hun hart op de goede plek hebben zitten. Ja.